Tokenisme betekent dat mensen uit ondervertegenwoordigde groepen symbolisch worden opgenomen in een homogene groep om diversiteit te suggereren, zonder echt zeggenschap of gelijke kansen te krijgen. Dit creëert op het eerste gezicht diversiteit, maar verandert niets aan de diepere ongelijkheid. Het probleem met tokenisme is dat het de prestaties van individuen minimaliseert, gevoelens van isolement versterkt en ongelijkheid in stand houdt. Het draait niet om echte inclusie, waarbij gelijke kansen, representatie en betrokkenheid van alle groepen centraal staan. Echte inclusie gaat verder dan symboliek. Het betekent waarde hechten aan diverse perspectieven, gelijke kansen bieden, vooroordelen doorbreken en structurele ongelijkheid aanpakken. Het gaat om het actief betrekken van diverse groepen bij besluitvorming en het creëren van een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en wordt gewaardeerd, ongeacht hun achtergrond. Wist je dat meer diversiteit in een organisatie voor meer creativiteit en innovatie zorgt? En vaak voor meer geluk?